Welkom bij de 7e aflevering van het voorprogramma, de online talkshow van Pop in Limburg. Die gaat over de popsector, want die heeft natuurlijk wel binnengezeten de afgelopen tijd, maar zeker niet stil. Er is enorm veel gebeurd. En daar praat ik vandaag over verder met Lieke Lenders van Traplab, met Johan Houser van Poppodium Grenswerk, met Chris Verheijen, oftewel Christopher Green. En hij maakt ook muziek, dus blijf zeker kijken, want je kunt straks ook nog luisteren naar de eerste liedjes van zijn EP. Maar allereerst aan tafel Sander Gommans, welkom. Ja, dankjewel. Ik was een beetje terug aan het gaan in de tijd en dan kijk je eerst van oké, wat heb je dit jaar allemaal gedaan? En toen kwam voorbij, het is dik 20 jaar geleden alweer dat After Forever begon. Ja, we worden oud, hè. Och. Het is daarom maar iets voor kinderen beginnen, voor jullie weer jong. Voor nee, de nieuwe generatie. Ja, nee, inderdaad, dik 20, ik realiseerde me pas geleden inderdaad, abnormaal, ja. Tja, ja, het is echt iets wat ontstaan is, ja, hoe moet je het zeggen, door een... Als jongere, zou ik maar zeggen, denk je eigenlijk niet echt over je keuzes na. Je doet wat in je opkomt. En ik zie nu deels als manager en producer zoveel bands struggelen om ergens te komen. Als je dan kijkt wat wij als After Forever zijn 20 jaar geleden voor een geluk hebben gehad om mijn eerste bandje wat ik op heb gericht, bam, ineens de wereld over te toeren. Nou, dat is alleen maar mooi. Dus het is uniek en veel geluk. Kijk er nog veel op terug? Gek genoeg, niet zoveel als je zou denken. Voor mij was After Forever echt ik heb er veel van geleerd en ik heb er ook heel veel aan te danken. Maar het was wel ook het live gedeelte was niet aan mij besteed. Dus dat wil zeggen, we hebben ontzettend veel live opgetreden, maar dat waren niet mijn gelukkigste herinneringen. Laat ik het zo zeggen, ik was veel meer iemand die de muziek schreef, die achter de schermen alles regelde. En dus... Gek genoeg denk ik niet vaak in een bepaald sentiment van oh, die optredens en dergelijke. Dat niet, maar wel aan het hele plan en hoe het allemaal toch zo mooi heeft kunnen lopen. Ja, ja. Dat natuurlijk wel. Ja. Zat hem dat vooral in zenuwen of in... Nee. Het zat hem niet in zenuwen. Het zat hem eerder in een beetje het ontbreken van de adrenaline, zal ik maar zeggen. Hè. Kijk, ik vind muzikanten die leven op die adrenaline als ze dan staan met die gitaar en dergelijke. En bij mij was het meer zo van, oké, wat was de volgende stap? Dus op het podium was ik daar vaak al mee bezig. En dat bracht mij gewoon niet de adrenaline die je normaal gesproken als muzikant zou verwachten. Naar optredens gaan wel. Dus hoefde ik het zelf niet te doen. Ja, ja. Je wilde gewoon echt bezig zijn met de muziek zelf. Ja. Al die dingen eromheen. Absoluut. Dat was natuurlijk heel gaaf. We hebben hele leuke dingen meegemaakt. Maar dat was voor mij wel ook het teken van ik ga me op andere dingen richten. Hè. Als het na 10 jaar, na 15 jaar nog steeds die adrenaline er niet echt in zit, dan ga je ook wat anders doen. Dan ja. Is het, ja. Ja, dat andere wil ik zo terugkomen. Laten we eerst een klein stukje nog kijken van After Forever. We'll be right back.
After Forever, toch nog even een klein stukje terugkijken. Waar waren jullie toen? Amerika, Atlanta volgens mij, Proc Power. Was ja, het begin ja. van onze Amerikaanse, eerste Amerikaanse tour. En meteen ook de leukste show. Ja? Ja, nou, dat was gaaf. Te gek om dan een stukje terug te zien. Ja. Flink aan het grunten. Doe je het nog wel eens? Ik doe het nog wel eens. Ik ben nu ook weer met een project bezig. Met een wat echt heel extreem is. Het meest extreme eigenlijk uit de metal scene, zal ik maar zeggen. En dat doe ik het weer. Dus zo af en toe doe ik het. Ik heb het ook nodig. Ik heb 3 dochters thuis. Soms dan moet je, hè, je bent omringd door vrouwen. Dan moet je soms eventjes weer even van je afgrunten. Ja, precies. Dus ik doe het soms nog wel, maar het is... Niet dagelijks. Hoe heet het project? Er is nog geen naam. Ik heb meerdere extremere projecten onder de naam HDK uitgebracht. Misschien wordt het dat. Misschien wordt het iets anders. We zien het wel. Daarnaast ben je ook bezig met Phantom Elite. Vertel daar nog wat over. Phantom Elite is een band die, even kijken, die zijn we in 2015 gestart. En eigenlijk was mijn droom om muziek te schrijven samen met een band... Waar ik achter de schermen het een en ander regel, waar ik de muziek deels voor schreef, maar de band zelf natuurlijk de optredens verzorgd. Dus om eigenlijk onbekende muzikanten een kans te geven om datgene te beleven wat wij hebben mogen beleven. En tussen 2015 zijn we begonnen, onder andere met de Braziliaanse zangeres Marina La Torraca. En die band heeft zich gevormd tot echt een hechte groep, een goede groep muzikanten. Tweede album hebben we deels samen geschreven, maar hebben ze ook zeker voor een gedeelte zelf geschreven. En is echt, het is heel gaaf hoe die band gegroeid is, zal ik maar zeggen, tot een band die bijna zelfstandig kan functioneren. En dus ze hebben ook een label deal gekregen. Het nieuwe album komt in januari uit. En natuurlijk stonden er de nodige tours gepland, maar dat is nu weer even afwachten wat kan en wat niet kan. Eerste single is uit en is al goed bekeken, dus ik ben blij. Wat cool. En in januari dus die release en dan even kijken hoe dat zich verder gaat vormen in... Ja, net zoals iedere band op dit moment geen enkel idee heeft wat er zou kunnen gebeuren. Ja. Je moet creatief blijven, je moet vooral muziek blijven schrijven, denk ik. En daar richten we ons ook op. Ja. En het album is echt serieus een album wat mijzelf heel erg verbaast. Juist omdat ik er niet alles aan mee heb geschreven. Juist omdat het van de muzikanten zelf afkomt voor een heel groot gedeelte. Het is echt knetterhard, vooral voor die sale. Maar ook modern. Het gaf mezelf weer wat kippenvel. En het is al lang geleden dat gebeurde. Dus ik ben echt heel enthousiast. Wat geef je hen dan mee op het moment dat zij zelf een beetje aan het worstelen zijn met... Oké, wat willen we nou precies neerzetten? Hoe gaan we dat doen? Wat is het eerste wat jij denkt... Oh ja, dit kan ik jullie wel vast bijbrengen. Ja, het is met name een stuk ervaring. En met name niet wat wij goed hebben gedaan, maar wat we fout hebben gedaan. Ja. Ik denk dat daar ook de kracht zit. Je maakt zoveel fouten. En sommige fouten die je maakt, die leveren ook nog eens heel veel op, stiekem. En ik denk dat je voornamelijk van alles de humor moet inzien. En moet proberen niet alles te zwaar aan te pakken. Dat je jezelf moet blijven. Dat je moet richten op de dingen die je echt wil. Waar je ook echt achter staat. Het bestaat niet uit kunstjes, uit trucjes, want dat hou je niet vol. En daar probeer ik de band ook mee te geven. En vanuit daar ga je natuurlijk wel je promoplan opzetten. En je nummer schrijven. Maar het moet echt zijn. Je kan niet iets doen omdat je denkt dat het gaat werken. Want dat... Dan ben je niet jezelf. En dat is ook in een metal scene zo. Ja. Dus dat probeer ik sowieso mee te geven. Dat geef je al mee aan Phantom Elite. Die release komt er dus aan. Is er wel iets online te vinden voor mensen die het op willen zoeken? Kunnen ze iets van die EP al vinden? Zeker weten. De clip Diamonds and Dark staat al online op YouTube. Dus Phantom Elite, Diamonds and Dark. En dat is alvast best wel een goed inzicht in hoe de muziek zal klinken. Tof. Kunnen mensen dat alvast gaan checken? En dan gaan we naar wat hier allemaal op tafel ligt. Want wat je net vertelt, wat je meegeeft aan die band, dat wil je ook meegeven aan de nieuwe generatie. Ja. Magic O Metal. Ik vond het thema, The Metal Dimension is in grave danger. So you have to play your instruments like your life is depending on it. Wel echt briljant. Ik vind het ook briljant dat je dat hebt kunnen onthouden. Geen dank. Dus dat... ja. Nou, dank. Vertel erover, wat vet. Magical Metal is eigenlijk een project opgezet door samen met 2 goede vrienden. Scott Wenmakers en Menno Kappen. Scott heeft het artwork verzorgd. En met Menno doe ik alle zakelijke dingen bespreken en organiseren. En Magical Metal was eigenlijk, naast dat ik muzikant ben ik ook docent. En dat heb ik ook in de tijd van After Forever, ben ik ook altijd docent geweest in middelbare school. Dat heb ik altijd gecombineerd.
En ik heb toch wel echt gezien dat, dat de mate van creativiteit, de mate van de wil om te creëren, af is aan het nemen bij die kinderen. Dat wil zeggen, ze zijn ontzettend creatief, maar de aandachtspan, de hoe hard dat je ervoor moet werken, dat fluctueert nog wel eens, zal ik maar zeggen. En dat merk je dan met name bij het willen bespelen van een instrument. Er zijn zoveel andere dingen die je nu kan doen die wat leuk zijn. Hè? Waardoor dat je die tijd er misschien niet meer insteekt. En ik had eigenlijk het gevoel, de beleving is eigenlijk weg. Alle muziek staat zomaar online. Artiesten zijn eigenlijk ook net mensen geworden. Hè? Ze laten zoveel van zichzelf zien. Dus ik dacht, eigenlijk moeten we een wereld creëren waarin die instrumenten weer een rol spelen. Waarin die instrumenten bepaalde magie hebben. Waarin je zelf een verandering kan maken in die wereld, zal ik maar zeggen. En dus we hebben het niet benaderd vanuit, oké, hier is een gitaarboekje en dit zijn de noten. En kijk eens wat een toffe band en speel dat maar. Ja, ja, ja. Maar vanuit een wereld, fantasiewereld, waarin die kinderen hun eigen power kunnen opbouwen, zal ik maar zeggen. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus we hebben een beeld gecreëerd, een metal dimension. We hebben muziek gecreëerd voor de hele familie, metal muziek, zal ik maar zeggen. Ja. Met kleurplaten en alles. Met kleurplaten, want uiteindelijk was het onze bedoeling om kinderen gewoon te laten creëren, om een onderdeel te laten uitmaken van magical metal door middel van tekeningen, door middel van muziek spelen, door middel van teksten schrijven, verhalen schrijven. En uiteindelijk is het grappige dat dit ook nog eens is opgepikt door professionele en amateurmuzikanten die eigenlijk dit ook willen doen. En dus je krijgt nu een meldpot van allemaal mensen die iets bij willen dragen in de metal scene. Die groeit steeds groter. Ja, en dat is leuk. Leuk om te zien hoe dat zich vormt en hoe zoiets ook gaat leven wat we eigenlijk helemaal niet hebben gepland. Ja, we hebben hier een aantal dingen van het artwork liggen, maar om het toch nog iets beter te kunnen zien, een korte clip. Magic Oh Metal, ja, het artwork is daar goed te zien. Dat spreekt echt meteen. Ja, ja, het is compliment aan Scott. Het is echt, ik had hoge verwachtingen. Maar op het moment dat ik het verhaal schreef en hij echt zijn ziel en zaligheid gaf om die tekeningen te maken. Ja, toen werd ik zelf fan van ons eigen product. En dat is natuurlijk hartstikke leuk als je met mensen samenwerkt die het niveau weer naar een hoger niveau kunnen tellen. Ja. Dus ja, tof. Nou wil ik niet flauw doen, maar ik kan me voorstellen dat er ouders in eerste instantie denken, metal, dat zijn toch allemaal boze mannen die grunten en lange haren en allemaal in het zwart. En ik weet eigenlijk niet zeker of dat wel het eerste is waar ik mijn kind muzikaal mee opvoedde. Ja, ik denk ook, ik dat verwacht ik ook en dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik denk dat, kijk, je kunt het op twee manieren zien. Ten eerste, ouders die into metal zijn en hun kinderen ook een beetje iets willen meenemen in de wereld waarin zij opgegroeid zijn. Ja. Die hebben hier een hele leuke tool, zodat de kinderen ook creatief bezig kunnen zijn, op een leuke manier naar metal kunnen luisteren, zonder dat het meteen over Satan gaat en dergelijke. Die zijn er ook genoeg. Dus die zijn er. Dus, mensen van mijn leeftijd, die zelf nu kinderen hebben, die kunnen zich hiermee identificeren. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat kinderen zelf komen eigenlijk vrijwel niemand met metal in aanraking. Op dit moment, als je alleen al naar YouTube kijkt wat er allemaal voor kinderen is, er is maar heel weinig wat nog die richting uitgaat. Ook qua intro tunes en dergelijke. Nou, dit biedt wel een tool voor kinderen die naar iets anders op zoek zijn, wat eigenlijk in de 80's, waarin ik ben opgegroeid, gewoon normaal was. Ja.
die kunnen dat nu weer eens een beetje zelf ontdekken. En dan zal het zeker niet zo zijn dat de ouders dat meteen heel stoer moeten vinden. Maar het is wel een ontdekkingsreis voor het kind. En als je dan ook nog iets kan bijdragen zelf op een leuke manier. Ja, dan, dat is, dat, dus dat zijn eigenlijk twee verschillende manieren waarop je zoiets kan. Ja. En kinderen kan geven. Nou, vanaf welke leeftijd begint dit? Het begint in principe vanaf 6-7 jaar, maar we hebben voor van allerlei leeftijden verschillende missies. Dus je kunt meedoen aan missies en die zijn weer bijvoorbeeld, misschien kun je al een instrument spelen, misschien nog helemaal niet. Misschien kun je al een beetje tekenen. Zijn op kunde, op leeftijd ingedeeld. En binnenkort komt er een gitaarboek uit, wat ook weer heel in magical metal stijl is. En dat is ook voor kinderen vanaf zo'n 8 jaar. Maar zoals ik zei, is voor kinderen vanaf 8 jaar geschreven. En ineens heb je een hoop muzikanten die dit gewoon te gek vinden, volwassenen. Ja. En dan denk je, oh, verrek, het spreekt dus toch tot iets meer tot de verbeelding. Blijkt het eigenlijk voor alle leeftijden zijn. Ik dacht dat ik alleen zo'n nerd was, maar gelukkig zijn er meer. Wat vet. Ja. Nou heb ik een paar vrienden waar ik nu aan moet denken die hartstikke fan zijn van Rammstein. Ja. En ze hebben een kleine, die is nu net 1 jaar. En Rammstein heeft een hele collectie aan flesjes, aan rompertjes, aan spenen, van alles wat. Ja. Misschien kan het nog een volgende stap, zeg maar. Gaat het nog dichterbij? Zeker weten. Kijk, ik denk dat je in de merch sowieso nog heel wat wens kunt behalen. Maar we hebben heel veel plannen. Is ook veel te veel om op te noemen. Maar het punt is, we moeten onszelf beperken door met een kleine lijn te beginnen, door met een missie te beginnen en door eerst contacten te maken. En dat is hetgene wat we hopen dat er gebeurt. Dat je door met een goed gezelschap dit verder uit kan bouwen. En dan heeft het ook zin om nog meer merch op de markt te brengen en dergelijke. Maar je moet eerst echt, dit is een product, dat is er nog niet. Dat moet je uittesten. Ja. Je moet vallen, je moet opstaan, je moet, zoals ik al zei, fouten maken en daarvan leren en vanuit daar uitbouwen. Wat is het meest bijzondere tot nu toe dat je hieruit hebt gehaald? Nou, sowieso allereerst, het is dat ik hier zit, maar de samenwerking met Pop in Limburg was natuurlijk wel het eerste wat ons de eerste zet gaf, zal ik maar zeggen. Ze hebben ook door middel van een leuke subsidie ons de eerste stap op weg geholpen. En je komt eigenlijk weer op een hele andere manier in contact met organisaties die je misschien al uit het oog verloren bent, omdat je, zoals ik zei, we hadden met After Forever eigenlijk al heel veel geluk, relatief in het begin. Dus dan zit je al op een niveau waar je op eigen kracht kunt draaien. En voor mij is dit project dus wel weer een heel leuk project om te zien van wat zit hier allemaal achter voor startende projecten, voor bands. En dat vind ik zelf interessant om te zien van het zit goed in elkaar, het netwerk. Het doet me ook goed om het te zien dat iets gebeurt achter schermen. En voor de rest moet ik zeggen, we zijn nu aan een nieuwe CD aan het werken en daar werken kinderen mee, daar werken volwassenen mee. Dat is natuurlijk het hoogtepunt, hè, dat je gewoon ziet van er komt iets. Er wordt iets gemaakt. Ik kreeg toevallig net nog een nieuwe drumtracks binnen van een zekere Joel Hendricks. Dat is een drummer die meedoet. En ja, te gek hoe hij weer zo'n nummer eigenlijk beter maakt door zijn drums toe te voegen. Ja, dat zijn voor mij de cadeautjes. Super cool. En test je het ook uit op je eigen kinderen? Ik heb, we gaan nu een voorleesvideo uitbrengen. Die heb ik voorgelezen in het Nederlands, in het Huilands. En mijn vrouw is Amerikaans, ze heeft het in het Engels gedaan. En die hebben we uitgetest. Dus ook regelmatig. Video is ook weer door een Limburg. Zet je een panel klaar? En ja, en ook dat is weer, die video is door een Limburg gemaakt. Joey Wolschnitz. Oh, goed, de achternaam is altijd moeilijk. En dat zijn dus allemaal samenwerkingen. Veelal Limburgers die op hun manier iets bijdragen. Nou, daar kijken mijn kinderen dan naar. En de uiteindelijke versie werd instemmend ontvangen. Goedkeurend. Dus dat is goed. Die voorleesvideo, die komt er dus in ieder geval nog aan. Magic O Metal, Sander Gommans, dankjewel dat je even hier wilde zijn. En ja, insgelijks. Leuk. Van, thanks. Ja.